Oké, zo ziet onze avondplanning er voor vanavond uit, jongens. Eerst gaan we vanuit de Melkherberg door naar Potsdamerplatz om er een terrasje te doen. Vervolgens gaan we door Tiergard een avondwandeling doen om daarna straalbezopen Joodse graven te schennen. Ik wil naar Olga gaan om frisse pintjes te drinken. Mijn Führer. Olga. Olga is altijd gesloten op donderdag. We kunnen nog altijd naar een andere kroeg gaan. Blijven in de kamer. Maxim, Karel, Jeroen en Nico. Het is gesloten! Het is gesloten en je zegt niets! Vele ratten! Maar ik weet wat komt hoor, door de Joden. Altijd overal de pest verspreiden en mijn favoriete cafés sluiten! En dan gaan we weer naar Tiergarten gaan en wie gaat er weer mee zijn? Hallo meisje! Fucking wel. En die mag niet mee! Het is vanaf vandaag de plicht van elke Germanier om elke Jood in brand te steken! Meneer, sorry, maar je overdrijft echt hoor. Mijn wel eens wat? Olga is Aries! Ik vond Olga maar een vieze slorie. Blaas hem dan toch op hé, ze had godverdomme dikke tatten! En dat is niet alles. Ze kwam met plateaus vol frankfurter worstjes, schnaps en shotjes totdat die restaurant te zat was. Nou, ken je dat hier? Touches. Einde van dit avontuur.